Boy! Oké, nu is het genoeg geweest met de warmte. Wat doen wij altijd? Ik ga gewoon even lekker eten, zou ik maar zeggen. Tot hoe laat live? Ik ga altijd sowieso minimaal 2 uur lang live. En ja, daarna gewoon het licht aan of ik het nog leuk vind om live te gaan, of ik nog energie heb. Zo ja, gaan we door. Zo niet, moeten we even dan gewoon 2 uur. Het is altijd standaard tijd dat ik meestal live ga. Ik zie heel veel mensen dat ze jagen. Zijn jongens, allemaal gefeliciteerd jongen. Echt dope. Beetje ruk dat het natuurlijk midden in de schoolweek is, maar super dope jongens. Gefeliciteerd, zeggen we dan. Huppakee, en een SMG, nice. Hier ligt ook een C4, nog een C4, wauw. Dat zijn 6 C4's, dat is best wel sterk jongens. 6 C4's, no, let's go. Oeh, betere SMG, nice. Oké, nu alleen nog een AR jongens. Dit heeft mijn Stone trouw. Ja, ik heb een Stone Island aan jongens. Eindelijk, na al die jaren. Ik zeg je eerlijk, ik wil eigenlijk nog ooit een jas halen, maar 400 euro voor een jas? I don't know man. Kijk, ik hou wel van merk, maar ik wil niet te doen, zou ik maar zeggen. Ik hou niet bijvoorbeeld van Gucci en heb je nog meer? Louis Vuitton. Ik vind het niet lelijk of zo, maar ik vind het gewoon zonde van mijn geld. Vooral als je het geen haat, maar als je daar een riem uitgeeft, jongens. Ja, daar ben ik niet van. Ik weet niet. Een riem zit onder je trui of t-shirt, wat dan ook. En ja, dat is een beetje zonde, lijkt mij, als je dat helemaal, 200 euro voor een riem neerlegt. Trouwens, als je het kan doen hoor, geen probleem, dan is het niet erg. Maar ja, yeah. Is het wel waard, zou ik maar zeggen. Hey Sam, jongen, even de 3 euro, gast. Bro, bedankt, gast. Heb je zo'n island jas? Nee, jongens. Dat wil ik ooit nog. Maar ja, ik vind het een beetje, ja, het is wel duur, bro. Het is wel misschien iets te duur, zou ik maar zeggen. Kijk, een trui, weet je, 1 trui, het kan wel een keertje, maar... Ja, wie weet man, wie weet ooit. Maar ik ben nooit zo echt een jassen guy geweest. Ik draag nooit echt jassen, ik weet niet. Ik ben altijd gewoon, weet je, die op de fiets opstapt met een trui of gewoon een spijkerjasje aangooit. Maar niet echt een winterjas of I don't know wat voor jas. I don't know. K, zeggen we dan. Sniper shots waren on point. Ja, echt, what the hell, gast. Dat ging echt lit, ouwe net. Dat was echt sick. Echt dope. Oké, ik wil wel even een betere AR fixen. Want een burst is niet echt bepaald chill. Oh my god. Oh, waar schiet die guy? Daar dus. Dit is zo'n typisch gevalletje van ik heb een RPG en ik kan met niks anders schieten. Gozer, je bent zo weak, ouwe. Waarom doe je dit? Doei. Oh my god. Ja, sorry hoor, maar dit is niet bepaald heel slim van je, bro. Helaas, pindakaas, maar je deed je best. En ik moet even kijken. Oeh, die wil ik meenemen. Waar is zijn RPG dan? Voor wat moet die RPG dan droppen? Voor minis? Ik doe het maar. Hij heeft toch geen... Oh, hij heeft geen kogels. Shit, man. Nou, oké. Easy kill, zeggen we dan. Jongens, Montana... Oké, ja, geen idee. Ik word gepest, maar jouw streams maken mij blij. Julian, waarom word jij gepest, bro? Voor de mensen, stel dat er een klasgenoot of iemand kijkt die Julian pest. Doe het niet. Pesten is sowieso dom, jongens. Weet je? Mensen die pesten, die zijn gewoon zelf... Dat is altijd het standaard een beetje... Zelf onzeker of die hebben het moeilijk ergens. Die gaan het op andere mensen afreageren. Bro, pesten is gewoon dom, ouwe. Ik weet niet, je bent gewoon triest en zielig als je dat doet. Julian, bro. Hey, word niet gepest, bro. Want dat is nergens voor nodig. Natuurlijk, het klinkt een beetje makkelijk voor mij om te zeggen, word niet gepest. Maar hey, anders kom je een keer hier of zo. Dan help ik je. Dan gaan we gewoon even, weet ik veel, iets doen of zo. Als je het wat opvrolijkt. Een beetje scheid aan die pesters hebben. Maar dat is wel kut, bro. Sowieso mensen die gepest worden, jongens. Ja, I don't know. Ik ben altijd zo'n guy die gewoon... Oké. 2 paarse RPG's. What the fuck? Zullen we het doen? Zullen we het doen, jongens? Deel RPG. Nee, dit is echt... Oh my god, fuck it. Ik ga het doen. Oké, let's get it. Je weet me nooit. Het was sterk. Misschien nog wel sterk. Hoeveel kost die trui ongeveer? 180 of zo. Voor een trui is best wel wat. Hey jongens, dit is voor de donaties. Ik ga natuurlijk elke donatie naar elke game oplezen, dus dan weten jullie dat. Dus jullie niet denken van waarom lezen jullie mijn donatie niet op. Dat doe ik altijd gewoon puur, zodat ik wel even kan concentreren in een potje. Dus dan weten jullie dat. Oké, let's get it. Ja, ik weet niet man, ik vind pesten sowieso. Ik weet niet, ga pesten, maar weet je, bijvoorbeeld in de brugklas had ik natuurlijk ook een YouTube kanaal. Nou, ditzelfde kanaal zou ik maar zeggen. Nou, toen hadden we nog niet eens de 1k gehaald. Nou, dan zag iedereen jullie een beetje, mij een beetje als een raar ventje of zo die YouTube deed. Het was niet de beste video's trouwens hoor, dat zeg ik je wel. Maar weet je, kijk, ik gaf geen fuck. Ik was juist een guy die gewoon doorging en ja, het klinkt een beetje bot gezegd. Maar ja, toen zag iedereen dat ik het best wel wat centjes eraan verdiende.
Vergeleken met de mensen die in de appie werken en zo. Dus, hé, hey, toen kreeg je opeens respect. Zo raar, hè? Dat geld zoveel... Dat is best wel eng eigenlijk. Dat geld echt je de man kan maken of juist helemaal niet. Maar ik ben gewoon niet zo. Ja, geld natuurlijk, chill. Maar weet je, de echte mensen die je zien staan, die zien door de fame en geld. Dat zijn echte vrienden. En niet mensen die alleen met je omgaan omdat je, hè, wat bereikt of zo. Snap je? Dus ja man, het is gewoon zeg maar, ja, ik word nooit meer gepest hoor. Als ik gepest word, dan ja, ik ben niet zo'n guy die dat zomaar laat gebeuren. Dus ja, ik ben niet agressief hoor, maar ja, dat laat ik gewoon niet gebeuren, klaar. Maar ja, ik weet niet hoe het gaat op jullie school. Ik wil in ieder geval wel sterkte wensen. Ga er natuurlijk met mensen om praten, dus ga niet helemaal in je eentje het opkroppen, zou ik maar zeggen. Want dan word je heel depressief van, zeg ik je eerlijk. Doe dat niet, man. Doe dat echt niet. Zeggen dat ik dik ben, alles steken me met potloden in mijn rug. Vandaag was ik uit de klas gelopen, maar durf het niet te zeggen tegen mijn ouders en mentor. Julian, je zegt het bro in de chat nu, at the moment. Natuurlijk zijn het allemaal onbekende personen voor je, maar juist tegen je ouders zeggen, sowieso, dat is de eerste stap. Als je ouders ervan weten, ja, als ik een goede ouder was, zou ik zelf actie ondernemen. Gewoon naar je mentor stappen. Maar, ga eerst zelf dat doen, man. Zeg het gewoon sowieso eerst tegen je ouders. Die kunnen je helpen gewoon vanuit huis, vanuit hun positie. Want ouders hebben best wel veel macht. Ook al lijkt het misschien niet zo op school, maar dat is echt zo hoor. Dus ik zeg je eerlijk, doe dat gewoon bro. Doe dat echt gewoon. Ah, mensen letten niet echt heel erg op in deze game. Oké, easy kill. Welke sens heb je? Jongens, uitroepteken settings in de chat jongens. Daar kunnen jullie mijn settings van Fortnite allemaal zien. Ja... Dubbel RPG, maar... boy! Oké, nu is het genoeg geweest met dubbel RPG. Ik wou het gewoon één keer testen, maar het lukte. Teringsterk, jongen. What the fuck, ouwe. Get out of here, bro! Weg met jou, vriend. Oh my god, easy going. Easy peasy, lemon squeezy. Dat is niet aardig. Hey, jij valt? But where are you now? Oh my god. Doei. Jongens, wat zijn jullie allemaal aan het kutten, jongen? What the fuck? Zou die chuck innemen? Ja, doe maar gewoon. Fuck it, die 18 shield kan toch even chill van pas komen. Easy peasy, let's go, jongens. Bastion Sensitivity, jongens, uitroepteken settings. Zie je allemaal linkjes en je ziet graphics, sensitivity staan. Klik op die linkjes. Daar kan je het allemaal zien. Jezus, ik heb een beetje jeuk, jongens, van die haartjes van de kapper. Dat is best wel irritant. Ja, ik heb alles. Nou, helaas. Wat houdt nog mee? Dankjewel. Mensen kennen het, jongens. Volg Dylan op Instagram. Sowieso vliegende eend, jongen. Of pinda, vliegende eend. Ik zag ook één staan. Thanks, vrouw, hè. Thanks voor de promotie van mijn inzet. Dope, chill. Hey, Smart TV heeft een euro. Oké, ik hoop. Ja, laat maar. Dat was totaal niet op de maat. Dus ik hou wel mijn mond weer. Ik weet niet, man. Soms zeg ik echt domme dingen. Wat ik denk van... How can you be that way? Zeg je dat? Hey, deze pickaxe is paars trouwens. Oké, lol. Dat wist ik nu pas. Ken je Royal Place? Nope. Ik wil ook die pickaxe, ja. Heel veel mensen vinden deze pickaxe super dope. Maar ja, ik ben weer... Ja, ik zal weer het zegje... Of het dingetje zeggen. Voor mij is het niet meer speciaal. Want ja, ik heb hem al sinds het begin. Dus ja, dat is een beetje... Ja. Hoe heet dat lied? Dat lied heet Last. L-A-S-T Paradise. Paradise. Zeg maar zelf als Paradise Palms. Zo schrijven we het. En de last per... Jongens, thanks voor alle subjes die erbij komen. Ben natuurlijk nog niet geabonneerd. Zou super dope zijn als je natuurlijk op mijn kanaal een subje achterlaat. Zou ik super erg waarderen. Thanks voor de support. Sowieso 2200 kijkers at the moment weer bij de stream. Jongens, super dope dat jullie allemaal zijn, jongens. Van harte welkom. Op dit moment hebben we een euro. Hebben we één win. En we gaan gewoon proberen deze game ook weer te winnen. Zodat we een 2-win-streak hebben. Ik merk wel dat je echt... Ja, in retail niet meer echt kills kan farmen. Dat je, zeg maar, als je daar spant. Dus ik denk dat we toch steeds meer naar Tilden moeten gaan. Ook al hadden we daar net ook maar 2 kills. Een beetje gaar, man. Een beetje weinig kills te halen deze dag in Fortnite. Oh, schoten daar. Dat was ergens daar. Maar ik zag hier ook iemand lopen. Er komt een gratis donatie in beeld van de enige echte. Kan ik het even... kan je een renegade redden met Black Shield en riepen je? Je boy. Yo boy. Ik weet niet, man. Kijk, het zit zeg maar zo.
Oké, dat was misschien niet zo slim. Ik hou niet zoveel van skin switchen steeds. Ik moet even... What the fuck? Deze kerel is een no-skinner zonder... Of met skill. What the fuck? Oké, daar gaat mijn launchpad. Verdorie. Maar ik switch niet echt in streams, man. Van skin. Oeh, hier lag die launchpad. Ik weet niet, ik hou er gewoon niet van. Dat speel ik gewoon niet zo goed. Dus sorry bro, maar ik ga heel veel met deze skin spelen. Zodat ook een beetje variatie in de streams houden. Kan ik ze allebei killen? Ga ik lachen. Die kerel is weak. Let's go. Let's go, gast! Oh my god, wat speel ik lekker. Geef me die. Die en hup, alles meenemen. Hoppakee. Heerlijke plays, gast. Oh, die. Oké, nou moet ik twijfelen. Oh, die grappler. Hoeveel zijn het er? 8. Oké, nee, ik moet het achterlaten. Het spijt me, jongens. Die RPG is een gegarandeerde win, zou ik maar zeggen. Of in ieder geval, breng me closer bij een win. Hey, Dylan en Romy, wat is er? Hi. Hey, sorry, ik moest even... Ja, ik ben... Ja, oké. Cool. Je bent goed, eten, Bruno. Ik doe mijn best, man. Gaat het wel weer chill vandaag. Lekker. Oké, ik ga even deze launchpad weer pakken. Even chill dat we die 2 kills konden pakken hier, oh. Oké, daar zie ik iemand. You see him running. Why are you running? Pak nog even een appeltje. Sorry. Oh, wat een nice streak. Ik zweer, ik ben altijd zo bang dat ik doodga op deze manier. Dat je een shield inneemt, dat je even stopt voor een paddenstoel of een appel wat deze kerel innam. Nou gast, dan ga je toch dood van binnen gewoon dat je hierdoor doodgaat. Spijt me bro, maar kills is kills. Zuiver. Ja, dit moest even op die manier. Sorry jongen. Ja, weet je, ik hou niet echt van de naaiende kills pakken, maar ja, hey. Het spijt me. Hey, dus Pauli, thank voor de euro superchat, jongen. Super bedankt, gast. Thank you very much, jongen. Dope. Thanks, man. Dinnen, ken je de plaats Harderwijk? Ik woon daar. Harderwijk is... Ja, klopt. Dat is best wel dichtbij mij, dacht ik. Apeldoorn, Harderwijk. Het komt me bekend voor, in ieder geval. Ik heb er wel eens van gehoord. Volgens mij ligt het echt... Ik weet niet, man. Ik ben niet echt in de plaatsen rond Apeldoorn. Ik weet wel een beetje waar en zo, maar niet alles. Dus jij loopt echt vast. Oh, dat is niet fijn. Bij mij niet, ouwe. Bij mij niet. Of soms... Ja, I don't know. Waar de hel is iedereen, jongens? Ik wil wel even de 10 kills weer halen, man. Please. I need the 10. Harderwijk ligt echt ver weg. Serieus? Oh, wow. Oké, Dane, thanks. Ja, Harderwijk. Echt ver weg, maar of even een half uurtje rijden of zo. Ik heb het wel eens van gehoord. Ik dacht altijd dat het best wel in de buurt lag. Harderwijk. I don't know. De Dane. Waarvan werd ik besjoemeld? Het is een bosje. Het is een bosje, jongens. Dudum. Hij houdt dat bosje om. Oh my god. Nou bro, ik heb helaas wel een RPG voor je. Dus dat bosje gaat er hoe dan ook af, gast. Deze knaap, jongen. What the fuck. Oh man. Wat een gozer. Ik ga hem echt niet raken. Hij doet het nog best wel goed ook. What the fuck? Dat doe ik maar even zo. Ik heb een legendary RPG, vriend. Deze guy, gast. Oh, ik kon hem... Wat een gozer, man. Wat heeft iedereen met bushes? What the fuck deed die knaap? RPG. Hé, dag bush. Dat was mijn doel, gast. De bush moest eraf.
Oh my god, doe dat nooit meer. Wat de hel, ik was nog bijna dood hier ook. Woe. Ik heb een kalfje, no worry. Don't worry. Dit scheelde nog niks, gast. Deze knul was echt serieus. Hij was nog best wel goed bezig. Wow, yo. Holy shit. Ah, hij moet alles reloaden, gek. Wow, ik werd gesniped. Doei. Oké, even healen. Sorry hoor, dat moest heel even. Woe! Ik ben bezig in een XD Eli, jongen. Wat op, gast? Welkom met stream, bro. We gaan inderdaad lekker even een dansje gooien. Even een saltotje. Huppa. Oeh, dat was raar. Wat een heerlijk wapentje, gast. Zo, dat was... Ja, oké, dit valt heel hard. Even... Hopelijk heb je hier veel hout. Oké, dat valt er echt weer reuze mee. Oh, dat was al de laatste. Lol. Easy. Twee winstreek, what the fuck? Holy shit. Oké, dat gaat... Oké, even een... Het gaat gewoon zo makkelijk, man. What the fuck? Oh my god, jongens. Hey. Tell me, don't you know.